Slijterij Voorburg. Onze service voor feesten en partijen is uniek. Ook voor kantoor of thuis. En leverancier voor horecagelegenheden in Zuid-Holland. Slijterij Voorburg. Aan de Van Wateringelaan 25 te Voorburg. DS Automobiles. Franse innovatie en vakmanschap. E-Tense, ontwikkeld met het oog op de stad van de toekomst. DS Automobiles biedt mobiliteitsoplossingen, rijplezier en services op maat. Ontdek onze toonbeelden van perfectie. De 100% elektrische DS3 Crossback E-Tense en de plug-in hybride DS7 Crossback. DS Salon Den Haag, aan de Rolne 18 in het Forenpark. Voor alle voorkomende elektrotechnische werkzaamheden, groot of klein, al bijna 100 jaar voor zowel bedrijf als particulier, is Van Vlodorp uw erkende installateur in de regio Haaglanden. Geen voorrijkosten en vraag vrijblijvend een offerte aan. Van Vlodorp elektrotechnisch bedrijf. Een volledig aangepaste inrichting. Overal mondkapjes. Personeel in hesjes. Perspexplaten als afscheiding. Desinfectietegels, dispenserzuilen, omgeroepen waarschuwingen, vaste looproutes, aangegeven op matten, vloertegels en stickers, thermometerpistolen, thermische schermen en overal, maar dan ook werkelijk overal, 1,5 meter afstand. In Eetcafé De Halve Maan, dat dit jaar 45 jaar bestaat, maar ook in het casino en de rest van het Sir Winston Leisure Center in Rijswijk, is alles voorbereid. Door de maatregelen tegen het coronavirus zit Nederland nog grotendeels op slot. En dat betekent nog even volhouden. Maar belangrijker is, hoe gaan we straks veilig weer open? En wie houdt van zijn gasten, is daar nu mee bezig. Zodat u straks op een prettige, maar vooral veilige manier weer gezellig kunt ontspannen. En we u weer als vanouds kunnen begroeten. Sir Winston is er helemaal klaar voor. En hopelijk duurt dat niet lang meer. Hartelijk welkom bij Studio ADO na het teleurstellend resultaat van vorig weekend thuis tegen Fortuna Sittard. Wacht ADO Den Haag komende zondag een topclub. Feyenoord komt op bezoek in het Cars Jeans Stadion en traditiegetrouw hebben de Rotterdammers het niet altijd even makkelijk in Den Haag. Vrijdagmiddag was er weer de persconferentie en we hadden de gelegenheid om weer wat vragen te stellen aan de trainer Ruud Brood. Ruud, hoe was deze week de sfeer op het trainingsveld? Nou, toch een teleurstellende de wedstrijd. En ja, je staat er slecht voor. En dan moet je ook tegen Feyenoord. Ja, nou ja, wie dan ook, wie je tegen hebt. Maar natuurlijk kwam die hard binnen. En dat merk je ook wel. Ze zitten even in zichzelf. Daarna pakken ze het met elkaar weer op. Wij met z'n allen weer op. En dan moet je gas geven en moet je proberen... Ja, met elkaar zo goed mogelijk daar te staan. Want je moet niet de handdoek gooien, laat ik het dan zo noemen. Je moet blijven knokken voor de punten en proberen Feyenoord hier te gaan verslaan. Dat is de opdracht. Maar dat heeft even wel een aanloop gehad. Tegelijkertijd, als ik de trainingen zie nu, dat ze wel weer vol zin erin hebben en met elkaar bezig zijn. En de een is natuurlijk wat meer geïrriteerd dan de andere. Het moet ook wel. Je staat waar je staat. Dan kan je niet zeggen van nou, de sfeer is fantastisch. Nee, de een is wat prikkelbaarder dan de ander. Maar daar heb je het team weer bij nodig om te zeggen ja, we moeten toch dicht bij elkaar blijven. Het was gewoon een hele vervelende wedstrijd qua resultaat natuurlijk. Hoe moeilijk is het überhaupt om de concentratie goed vast te houden buiten de sportieve, natuurlijk ook alles wat er rond de club speelt? Ja, er wordt genoeg geschreven en gedaan rond onze club. En ja, goed, wij laten ons, wat zeg ik elke media, Pesco, we laten ons goed informeren. Maar het is niet makkelijk. Je merkt natuurlijk dat heel veel mensen de club een warm hart toedragen en dit natuurlijk niet wensen en hopen dat het in rustiger vaarwater komt. En ja, dat zal links en rechts best wel wat invloed hebben. Maar wij moeten echt wel, wat ik al eerder zei, richten op de wedstrijden en de trainingen. Zo, degradatie lijkt wel onontkoombaar, maar dan speel je tegen Feyenoord. Dan lijkt me dat ook wel een tegenstander voor een voetballer waar je altijd tegen wil presteren. Los
de positie die op de ranglijst staat. Dan hoef je toch weinig te motiveren, denk ik. Nee, maar ik denk dat we vorige week ook goed begonnen. En de week daarvoor ook tegen Vitesse. En dat moet je ook tegen een topclub hebben. Want anders word je eigenlijk afgemaakt. En je hebt elkaar daar keihard bij nodig. Maar buiten dat vind ik dat je die motivatie toch wel ook vanuit jezelf op moet roepen. Het is altijd mooi om tegen een topteam te spelen. En te kijken of je daar een resultaat tegen kan halen. Ook al zou het geen topteam zijn voor ons. Wij moeten gewoon zorgen dat we hier thuis trachten te winnen. Van welk team dan ook op dit moment. Dus, ja. Dan heb je een verleden bij Feyenoord. Is dat voor jou dan toch een bijzondere wedstrijd? Of zeg je het gewoon, het is een van de vele? Nee, ja. Je denkt natuurlijk professioneel. En als die wedstrijd is geweest. Natuurlijk ken je de mensen. En weet je wel hoe het was daar. Hoe het is. Maar goed, daar sta ik niet bij stil. Je speelt dan tegen Feyenoord. Je hebt altijd zelf gezegd van, ja, ik speel om te winnen. Ja. Nou, je collega, Dick Advocaat, is ook zo'n mannetje. Die speelt alleen maar om te winnen. Ja. Die zal hier niet graag onderuit gaan bij zijn oude club. Nee, sowieso niet. En dat is ook de juiste instelling. De juiste insteek. Zo moet je ook het team gaan prepareren. Zo moet je zelf ook in de wedstrijd zitten. En zo ken ik natuurlijk met veel respect voor deze collega-coach, Dick Advocaat. Zo ken ik hem ook niet anders. Vorige week was er publiek bij. We hadden allemaal gehoopt dat deze wedstrijd weer zou gebeuren. Ja. Hoe lekker was dat met het publiek er weer bij? Ja, daar doe je het eigenlijk ook wel voor. Hè? Die supporters, hun club. Je krijgt er wat steun van op het moment dat het goed gaat. Als het minder goed gaat, leven ze natuurlijk op een andere manier mee. Maar het is wel waar ze... Ja, het is hun club en het is ook mooi om te zien, vind ik, in zijn algemeenheid. Daarom is het jammer dat het helaas niet weer kan. Want het zal misschien ook dat setje kunnen geven. Dat merk je ook aan het begin vorige week hoe we de wedstrijd begonnen. Als het dan even mee zit, ja, dan gaan ze erachter staan en dan proberen we het om te zetten. Maar het is ook voor de mensen, de kinderen, noem maar op, is het hartstikke mooi om in het stadion te zijn. Ja. Je bent niet echt verwend met overwinningen dit seizoen. Het zou toch wel lekker zijn om juist tegen Feyenoord wel eens een keer 3 punten te halen. Los van het feit dat dan de achterstand nog steeds groot blijft. Nee, ja, sowieso. Sowieso. Heel veel helpen, in ieder geval op de manier genoegdoening en ook wel, er zal heel veel strijd bij moeten komen. Want Feyenoord is natuurlijk een geduchte tegenstander, vind ik. Maar tegelijkertijd moeten we gewoon blijven gaan en vertrouwen houden erin. En Feyenoord heeft de traditie trouwens niet altijd makkelijk hier in Den Haag. Nee. Ik zag nog wel eens voorbij komen een hele mooie goal van Aaron Meijers in het verleden. Ik weet niet hoe lang geleden dat is inmiddels, maar... 2017 was een, lijkt een eeuwigheid geleden, omdat er ook publiek natuurlijk bij was. Maar het was een schitterende goal. Nou ja, dat zou mooi zijn als we weer zo'n balletje daar in die kruising krijgen. Tot zover de persconferentie met trainer Ruud Brood. En natuurlijk spraken we ook nog met een speler. In dit geval met verdediger Gianni Zuiverloon. Gianni, vorige week teleurstellend verlies. Hoe was de sfeer deze week op de training? Ja, de eerste 2 dagen, dan is iedereen natuurlijk hartstikke teleurgesteld. En dan heb je eigenlijk wel moeite om naar de club te komen, om op te starten. Maar daarna moet de knop gewoon om. En dat is ook wat je als sportman moet doen. Je hebt tegenslagen en je hebt positieve momenten. En dit is helaas een van de... mindere momenten, maar ja, je moet als sportman moet je toch gewoon doorgaan. Nou ja, als voetballer wil je ook nooit opgeven, nee. Maar een beetje dat gevoel van, ja, het lijkt een beetje trekken aan een dood paard. Zolang we nog niet dood zijn, zullen we blijven trekken. En dat zijn we ook onszelf verplicht, de club en de fans. Dus zolang we nog niet officieel gedegradeerd zijn, dan moeten we en zullen we er ook alles aan doen om te vechten voor de punten. En ook vind ik dan een ploeg als Feyenoord, dat kan ook als een rode lap werken. Ik bedoel, los van de tegenstander, maar het is altijd de tegenstander waar tegen je graag een prestatie wil neerzetten. Ja, klopt. Ik heb net begrepen dat we het meestal wel goed hebben gedaan tegen de topclubs. Dus ik hoop dat het dit keer ook weer al zal gebeuren.
Ja, en ADO heeft de traditie getrouw niet altijd makkelijk in Den Haag. Dat is al jarenlang is dat het geval. Feyenoord. Ja, klopt. Nee, klopt. Ook in mijn tijd hebben we altijd goede prestaties geleverd tegen Feyenoord. Thuis en uit. Dus ik hoop dat we ik weet zeker dat we in ieder geval de motivatie en de kracht zullen vinden om tegen Feyenoord een goede prestatie neer te zetten. Nou, heb je een verleden bij Feyenoord? Is dat voor jou nog een bijzondere wedstrijd? Of zeg je, het is goed, een van de vele? Nee, het is een van de vele. Het is al zo lang geleden. En ik heb eigenlijk helemaal geen gevoel meer daarbij. Het is leuk. Het is een van de wedstrijden. En je wilt graag een goede prestatie leveren tegen een van de topclubs in Nederland. We kijken naar de ranglijst waar ADO nu staat. Dat blijft natuurlijk even zonde. Je hebt natuurlijk heel wat wedstrijden gehad waar je te kampen kreeg met heel veel wisselingen door blessures. Ja. Ook heel veel wedstrijden waar het daar net niet mee zat. Dat je die strafschop wel of niet mee kreeg. Ja. Als je dat allemaal terughaalt, dan zeg je van nou, we hadden wel toch wat meer punten kunnen hebben. Ja, zeker. Ik bedoel, dat is altijd, als je terugkijkt naar een minder seizoen, dan heb je altijd een aantal wedstrijden die je eigenlijk had moeten winnen. Natuurlijk, zonder dit als excuus te gebruiken, hebben we ook te maken gehad met heel veel blessures. Maar ja, dat zal je net hebben met een seizoen dat het helemaal misgaat. Dan heb je altijd dat soort dingen waar je tegenaan loopt. Zodat, als je kijkt naar de ranglijst, degradatie is bijna niet meer te ontlopen. Aan de andere kant, ik denk dat heel veel fans bezig zijn op dit moment met van luister eens, het voortbestaan van de club. Ja. Voelen jullie dat ook zo, of niet? Ja, er is... wat je nu zegt, er is echt van alles aan de gang binnen de club. Alleen wij als team proberen ons daar zo min mogelijk mee bezig te houden. Want dan gaat de focus helemaal weg. En dat is iets wat we dus niet willen hebben binnen het team. Dus om de focus bij ons te houden, proberen we gewoon lekker te genieten op de training. En we proberen ons gewoon zoveel mogelijk bezig te houden met de wedstrijden. En zo min mogelijk met eigenlijk voor ons als team, met de randzaken. Lekker genieten. Als je dan zondag speelt tegen Feyenoord. Ja. ADO heeft niet veel gewonnen. Het zou toch wel eens lekker zijn om 3 punten te pakken. Ook voor de sfeer voor de komende wedstrijd. Zeker, zeker weten. En wie weet hou je dan nog steeds een beetje de hoop hoog. En als dat zou lukken, dan zou dat echt prachtig zijn. En met Gianni Zuiverloon zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Studio ADO. We zijn benieuwd wat ADO gaat doen komende zondag in het Karsdienststadion tegen Feyenoord. De degradatie is zeer nabij. Maar goed, een keer een wedstrijdje winnen zou ook niet verkeerd zijn. We gaan het afwachten. Dank voor uw aandacht. Graag tot de volgende keer.